Yes, de Nederlandse cursus van Encaustic Art Basics is klaar. Gebaseerd op het boek van Michael Bossom en op zijn DVD. En dat hebben we omgezet naar e-learning. Ik wist niet hoe ik het voor elkaar zou krijgen om die Nederlandse cursus klaar te krijgen voor het eind van de zomer. Het enige wat ik wist is dat ik hem klaar ging krijgen. In het begin was dat een ontzettende struggle, want ik wilde ook het gevoel van vakantie hebben. Ik wilde ook met mijn gezin zijn en ik wilde ook er voor de kinderen zijn. En tegelijkertijd was die driver om die cursus om te gaan zetten naar het Nederlands. Dus ik ben met mijn man om tafel gaan zitten en gezegd van hoe kunnen we dit nu het beste combineren. En besloten om elke ochtend vroeg op te staan. Tussen 6:30 en 6:30 zat ik achter mijn laptop hier in dit mooie tuinhuis. Die ik helemaal ombouwde tot een studio. Om lekker in te werken. En dat was heerlijk. En ik herinnerde me ook hoe fijn ik het vind om vroeg op te staan. En als iedereen nog ligt te slapen, om dan aan de gang te gaan. Dit is een greenscreen. Daar filmde ik intro's. En dan kun je de achtergrond dus veranderen. Helemaal leuk. Ook allemaal nieuw. Allemaal nieuwe dingen leren. Ik maakte een werkplek hierachter waar ik voice-overs opnam. Waar ik de e-books vertaalde. En waar ik een heleboel leerde. En alles met studio licht geleerd, of in ieder geval een hele hoop. Filmen, presenteren, editen, noem maar op. Dus de hele tuinhuisomgeving werd eigenlijk een soort van studio. Straks gaat het wel weer in de workshop stand, maar voor nu, in deze vakantie, werd het dus mijn werkplek voor het vertalen van de Nederlandse cursus. En het is denk ik heel erg goed gelukt. De cursus is vooral voor beginners. Maar ook leuk als je een beetje gevorderd bent. Want als je gevorderd bent, ik heb de cursus zelf ook gedaan. Je gaat eigenlijk weer terug naar die basis. En dat is best leuk om ook even weer vanuit daaruit te werken. En ik leerde ook nieuwe dingen. Want ik ben natuurlijk heel diep die cursus ook ingedoken om alles te kunnen vertalen. En het verraste mij hoeveel ik eigenlijk nog niet wist. Dus hier en daar toch nog wel dingetjes die mij hebben geholpen om verder weer te kunnen gaan schilderen. Goed, dan is het dus nu de mogelijkheid om je in te schrijven voor de Nederlandse cursus. En natuurlijk hoop ik dat je dat gaat doen. Nu is er dus weer ruimte gekomen om te schilderen, om zelf nieuw materiaal te maken. En ook daar kijk ik dus heel erg naar uit. En daar ga ik nu de komende tijd mijn aandacht neerleggen.